Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de onbarmhartige knecht, naar aanleiding van Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Als hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij hem niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van de slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezing. Jezus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde veel gesproken door gelijkenissen. Door geestelijke zaken te vergelijken met alledaagse verhalen, waar mensen zich een voorstelling bij konden maken, liet hij de mensen zien hoe ze moesten leven. In het gedeelte van vandaag stelt Petrus aan Jezus de vraag hoe vaak hij iemand moet vergeven die hem iets misdoet. Is het genoeg om iemand 7 keer te vergeven? Dat lijkt Petrus heel wat. Hij trok al lang genoeg met Jezus op om te weten dat je je naaste moet vergeven. Veel mensen vergeven een ander helemaal nooit. Dus als je dan iemand wel 7 keer iets vergeeft, dan is dat fantastisch. Het gaat al mis als je gaat tellen hoe vaak je een bepaalde persoon iets hebt vergeven. Dan ben je iemand niet daadwerkelijk aan het vergeven, dan lijkt het er meer op dat je voor een afgebakend aantal keren bereid bent om iets van iemand te gedogen. Als je iemand iets vergeeft, dan wil dat zeggen dat je het ook echt achter je laat. Jezus antwoordt dat je iemand niet 7 maal moet vergeven, maar 70 maal 7 maal. Dit is niet letterlijk bedoeld, maar symbolisch. Het wil niet zeggen dat je tot 490 moet tellen en dat je na 490 keer iemand iets te hebben vergeven hem daarna niet meer hoeft te vergeven. Nee, deze getallen staan symbool voor een onbeperkt aantal. Er komt geen moment
dat je iemand al zo vaak hebt vergeven dat je het niet meer hoeft te doen. Wij moeten altijd bereid blijven om elkaar te vergeven. Jezus gebruikt een gelijkenis om uit te leggen waarom het zo belangrijk is om elkaar te vergeven. Hij vertelt het verhaal van een knecht die de koning een enorm bedrag schuldig was. Zoveel dat hij het in zijn hele leven niet terug zou kunnen betalen. Hij smeekte om nog wat geduld met hem te hebben, maar dat zou hem niet geholpen hebben, want ook met wat uitstel zou hij het bedrag nooit hebben kunnen terugbetalen. In plaats daarvan scheldt de koning hem het complete bedrag kwijt. De man was van zijn schuld verlost zonder dat hij dat verdiend had. Dan komt deze knecht een andere knecht tegen die hem een klein bedrag schuldig was. Hij grijpt hem bij de keel en zegt hem dat hij hem terug moet betalen. De andere knecht vraagt om nog wat geduld met hem te hebben, maar daar wil hij niet van weten. Hij laat het er niet bij zitten en laat zijn medeknecht in de gevangenis gooien. De verontwaardiging van de omstanders laat zich raden en ook de toehoorders, waar Jezus de gelijkenis aan vertelt, zullen inzien hoe slecht deze knecht bezig is. De omstanders gaan naar de koning om te vertellen wat er gebeurd is. Die is woedend. Hij laat de knecht weer bij zich komen en komt terug op zijn eerdere beslissing om de schuld kwijt te schelden. Volkomen terecht had deze knecht maar barmhartiger moeten zijn voor zijn medeknecht. Dan legt Jezus uit wat hij met de gelijkenis bedoelt. Zoals de koning uit het verhaal de knecht een enorm bedrag heeft kwijtgescholden, zo heeft onze hemelse Vader ons ook een enorm bedrag kwijtgescholden. Wij hebben een enorme schuld opgebouwd door de zonde die we doen. Als wij de straf zouden moeten dragen voor die zonde, dan zou ons dat tot in eeuwigheid niet lukken. Dan zouden we geen enkel toekomstperspectief meer hebben. Dan waren we reddeloos verloren. Als het van onszelf zou moeten komen, dan stond ons de eeuwige straf in de hel te wachten. Maar dankzij het offer van Jezus Christus is die complete schuld kwijtgescholden voor iedereen die in hem gelooft. In plaats daarvan hebben wij nu een eeuwig leven in de hemel in het vooruitzicht. Als je dat beseft, dan is het heel raar als je elkaar niet zou willen vergeven voor zaken die, vergeleken met de straf op onze zonden, volledig in het niet vallen. Als iemand ons om vergeving vraagt, dan wordt van ons gevraagd dat we diegene vergeven. Het is niet belangrijk hoe vaak diegene al om vergeving heeft gevraagd. Als de Heere bij onze zonden tot 7 zou tellen, of tot 490, en daarna zou stoppen met onze zonden te vergeven, dan waren we snel door onze kansen heen. Dan zou het niet goed komen. Met niemand van ons. Gelukkig heeft de Heere eindeloos geduld met ons. Keer op keer vergeeft Hij ons zonder ophouden. Probeer dat maar eens tot je door te laten dringen en houd dat in gedachten als iemand jou om vergeving vraagt voor een kleinigheid. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.